Er was in Leiden een mooie situatie. Een promovenda die zat dikwijls in een ruimte waar ze moest kijken naar een schilderij waarop een aantal witte, rokende hoogleraren waren afgebeeld en ze werd onpasselijk van het schilderij. Ze kon bijna die rook van de verf in haar longen voelen, maar vooral het idee dat zij dus aan het denken, aan het werken was in een ruimte waar ze moest kijken naar drie witte mannen die verafgod waren op een schilderij, dat werd er echt te veel. Dat je een schilderij ziet hangen en dat je denkt, oh, wat een erg schilderij. Wat verschrikkelijk zeg. Wat is Nederland voor een zeikland geworden? Lang leven de betutteling, hè? Er is altijd wel iemand die iets te zeiken heeft en de baasjes laten heel slaafs hun oren hangen. Waar ik me nog het meest aan erger, is die lafheid. Je hangt iets op, je vindt iets, je staat erachter en onder druk bezwijk je, haal je het eraf, vervolgens zet je het weer terug, omdat daar weer heel veel ophef over is ontstaan. De zwakkelingen haalden de schilderij weg. De zwakkeling. Er was dus niet iemand die tegen die vrouw zei, hé, ga jij eens even spelen met je idioterie. Ja, ik heb heel veel moeite met bestuurders die zo snel overstag gaan, alleen maar om de volksgunst of de vermeende volksgunst te willen behouden. Ik vond het helemaal geen lelijk schilderij. Ik vond het prima dat het er hing. Er gaat voor mij helemaal geen statement uit van zo'n schilderij. Alsof je dan een ruimte binnenkomt en je denkt, oh, een verschrikkelijke universiteit. Ja, dat heb ik helemaal niet. Eén tweetje van iemand van ja, dat kan niet meer, leidt tot het verwijderen van een schilderij waar een heel verhaal achter zit. Nou, echt treurig. En de reactie van het college van bestuur was ook weer zo ongelooflijk slecht. Dus eerst liet ze het maar een beetje toe. Toen zei ja, misschien hangen we hem wel terug. Maar dan gaan we natuurlijk wel een verhaal erbij zetten. Van al de tot slaafgemaakte hoogleraren. Ja, weet je, het is... Oh jongens, dit is gewoon een schilderij dat staat op zich. Moet je je voorstellen, je gaat naar de nachtwacht kijken met een woke blik. Dan moeten we toch de nachtwacht nu door de versnipperaar halen. Want daar staan alleen maar mannen op en een kind. Nou, het is donker, na werktijd, mag helemaal niet. Dus het is, je kan niet met de blik van nu naar dingen van toen kijken. Het verleden is een ander land. En dat land dat heeft bestaan. En als je daar het zicht op ontneemt, dan ben je denk ik potentieel gevaarlijk bezig. Als je schilderij gaat verbieden, het is natuurlijk een beetje een flauwe vergelijking, maar ik maak ze toch, dan ga je zoals de nazi's boeken op de brandstapel gooien. En daar komt fascisme uit voort en daar komt oorlog uit voort. En onderdrukking. Dus laat schilderijen hangen, blijf er met je poten vanaf. Voor mij hoeven schilderijen niet weg. Ja. Ik vind Van Gogh bijvoorbeeld, heel vaak hetzelfde schilderen. Ik vind dat helemaal niet leuk, al die schilderijen. Dan weer zo'n bloemenveld. Kan dat nou nooit eens een keer wat vrolijker? Ik vind die bloemen ook helemaal niet mooi gemaakt. Maar ik zeg niet dat die weg moet. Ik bedoel, ja, al die huisjes die niet af zijn van Mondriaan vind ik ook lelijk. Al die rechte lijnen, op een zeker moment helemaal zat. Kon die man niks anders. Ik vind heel veel kunst lelijk. Maar echt gekwetst ben ik nog nooit door kunst. Ik zou dat gevoel wel willen hebben dat een schilderij me echt kan kwetsen.